welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een unboxing van een adventkalender. Ik heb vandaag de adventkalender van de Easy Paris. Only You is het huismerk van Easy Paris. En hun hebben dus ook een adventkalender. Hij is normaal volgens mij 27 euro of zo, maar hij was in de sale. Online was hij voor 20 euro, maar ik heb hem in de winkel gehaald en toen was hij ineens 25 euro. Dus in ieder geval, het is in die prijskategorie. Superleuk, hier achterop staat wat er allemaal in zit. Maar dat ga ik niet laten zien, want we gaan het vandaag helemaal unboxen. En ik vind dit tot nu toe echt een van de mooiste adventkalenders die ik hier heb gehad. Ook met dit strikje zo en wat er allemaal zo op staat. Echt prachtig, prachtig, prachtig. Echt gewoon zo winterthemed. I love it. Ik vind het echt geweldig. Ik hoop ook dat wat erin zit ook geweldig is. Ik ga hem dus vandaag unboxen. Ik ga laten zien wat erin zit. Dus als je niet wilt weten wat erin zit, moet je deze video vooral niet bekijken. Laten we beginnen. Oké, let's begin. Nou, dit is dan de kalender zoals je net ook zag in de intro. En dan gaan we hem gewoon openmaken. Zo. En dit is dan de hele kalender. Hij gaat dus van 1 tot en met 24 als het goed is. Ja, tot en met 24. Dus je begint op 1 december met de vakje 1 en gaat zo door tot en met 24 december. En dan heb je elke dag een soort van verrassingje. Ik ben erg benieuwd naar dit. Want ik weet niet of ik de enige was die niet wist dat Easy Paris een huisbrand heeft. Ik kende Only You helemaal niet. Dus ik heb ook echt geen enkel product van dit merk. Dus ik ben extra benieuwd naar alle make-up. Want dan ga ik het ook proberen in mijn video's en zo en gebruiken. Dus ik ga ervan uit tenminste dat dit vooral make-up gaat zijn. But I'm not sure. Dat heb ik gewoon bedacht in mijn hoofd. Nou ja, in ieder geval. We gaan gewoon beginnen. Je kunt helaas de deuren er niet afhalen. Dat komt met de Spa Advent kalender van Action wel. Dus dat was iets makkelijker met unboxen. Maar goed, maakt niet uit. Begin dan maar gewoon. Nummer 1, die zit hier beneden. Mensen, oh mijn god, mijn vinger krijgt geen adem meer. Mijn vinger is aan het afsterven. Ik ga even deze ring eraf halen. Want zoals je kunt zien, dit gaat niet goed. Oh mijn god, kijk dit. Hij kwam er gewoon niet vanaf. Oeh. Nou, wat zat er in vakje 1? Ik heb hier een Only You Jumbo Lipstick. Jumbo Lipstick, dus zo'n grote lipstickpen. En een beetje een Bordeaux-achtige kleur. Super cute. Even swatchen. Oeh, hij voelt aan als een balmpje. Nummer 2, die is hierboven. Die ga ik even zo openmaken. Een zwart oogpotloodje. Altijd handig om te hebben, denk ik. Even kijken, nummer 3. Die zit hier. What the fuck? 3 is hier, die is best wel groot. Oh, een blush denk ik. We hebben een Only You Duo Blush. Dus met twee kleurtjes, oranje en roze. Is het mat? Volgens mij is het mat. Oeh, dit vind ik wel leuk. Nummer 4, die zit hier, die is een beetje klein. Nummer 4, die zit hier, dat ruimt. Wat een humor weer, Sarah. Goed verhaal, doen we niks mee. We hebben hier een kwastje of zo. Een mini, mini, mini kwastje. God weet wat je hiermee gaat doen. Vast helemaal niks. Nou, hier heb ik echt geen drolletje aan. Nummer 5, die zit hier beneden verstopt. Nummer 5 heeft vandaag niet echt zin om te openen. Oh, dit is handig. Een brow paletje. Voor mensen die poeder gebruiken in de wenkbrauwen. Dat doe ik ook wel eens. En de kleuren zijn wel echt alle drie donker. Dus ja, al is deze best wel licht. Dus ik denk dat ook al ben je blond, dan kan die ook wel. I like it. Wow, tot nu toe vind ik het echt een leuke adventkalender. Tenminste, als je van make-up houdt, dan vind je het leuk. Nummer 6 zit hier. Die is best wel klein. Hopelijk gaat die makkelijker. Ja, deze gaat iets makkelijker. Oh mijn god, dit is wel heel klein. Dit is een mini, mini, mini pincetje in het blauw. Ik vind de kleur wel heel mooi, zo blauw. Nou, op zich kan dit wel handig zijn voor onderweg of zo. Dan kun je even bijplukken. Ik weet alleen niet wie on the road to go wenkbrauwen gaat plukken. Maar als jij dat doet, dan vind je hem vast wel handig. Dat was 6. Dan gaan we nou verder met nummer 7. Die zit hier. Volgens mij is dit Only You Liquid Eyeshadow. Liquid oogschaduw, mensen. Oh, dat vind ik wel leuk. Ik hou van liquid oogschaduwen. Oh, de kleur is ook echt prachtig.
Een beetje zo bronzy. Love it. Ik heb nu ook een liquid oogschaduw op. Verder, nummer 8. Tot nu toe gaat wel alles gewoon makkelijk, behalve 5. Een kleine spons, een kleine beauty blender. Hij voelt wel echt hard aan, maar ik vind de kleur prachtig, zo donkerblauw. Ook klein, dus ook handig voor op reis. Dan gaan we verder met nummer 9. Waar is nummer 9 dan? Hier beneden is nummer 9. Maar die gaat ook niet makkelijk open. Alles wat onderaan zit, gaat niet makkelijk open. Een Only You Lip Gloss. Ik hou van lip gloss. Ik heb nou ook lip gloss op. Oeh, super mooi. Ik vind de kleur ook mooi. Er staat verder alleen geen naam op of zo. Dus I'm not sure. Maar het is een beetje een koraalachtige gloss. Ja, het is een beetje roze koraal. Kijk. En hij is ook best wel groot. Dus je kunt er echt wel eventjes mee doen. Nummer 10, die zit hier. Die is best wel groot. Wat is dit? Wat moet dit in hemelsnaam voorstellen? Elastiek of zo? Ik ga even achterop bekijken wat dit moet zijn. Haarelastiek. Oké, ik vind het wel cute. Maar ja, niet echt mijn ding. Maar het is wel een heel cute haarelastiekje. Nummer 11, die zit hier. Volgens mij is het een gloss. Oh nee, een wenkbrauwgel. Oh, dat vind ik handig, want die gebruik ik altijd. En dit is een clear wenkbrauwgel. Oeh, dat vind ik wel oprecht handig. Die ga ik zeker gebruiken. Nummer 12, die zit hier. Oh mensen, we hebben oogschaduw. We hebben een klein schattig Only You oogschaduwpaletjes. Dit zijn echt van die kleuren die mijn moeder zou gebruiken. Ze zijn volgens mij alle drie glanzend. Ja, er zit alleen geen matte bij. Dat vind ik dan wel minder. Er hoefde maar één matte kleur bij te zijn. En dan vond ik het echt een ideaal paletje. Maar alleen maar glanzende kleuren heb ik niet heel veel aan. Maar het is wel een mooi smoky paletje. Waar was het nou gebleven dan? Mensen, we zijn bij 13. Deze is lang en smal. Oh, weer een dom kwastje. Die kwasten hadden echt niet gehoeven. Dit zijn echt van die domme plastic kwastjes. Die je altijd bij van die oogschaduwpaletten en zo krijgt. Ja, ik pleur die persoonlijk altijd gewoon weg. Maar ja, daar heb ik dus niks aan. Verder, nummer 14. Hier, oeh, die is wel lekker groot. Ik vind groot altijd leuk. Oh, een klein spiegeltje met Only You erop. In de, even denken, in de Essence Advent kalender zat ook zo eentje. Maar wat mij dus opvalt bij die en bij deze, is ze gaan niet dicht. En ik denk bij mijn eigen, ja, allemaal leuk en aardig. Maar als jij jouw spiegeltje zo open gewoon meebrengt, wordt hij of vies of hij gaat kapot of allebei. Dus ja, het zijn van die kleine spiegeltjes, handig voor to go. Maar ze zijn ook weer niet handig voor to go, want ze kunnen niet dicht en dan worden ze vies. Dus ja, ze slaan zo wel een beetje de plank mis, hè. Maar goed, ik ga hem in de verpakking laten, want ik ga hem aan mijn moeder geven. Nummer 15, die zit hier. Nog zo'n grote lipstick. Maar deze is echt rood. Oh, mooi. Leuk voor feestdagen en zo. Kijk, dan heb je een beetje een koraalachtige, achtig en een rode. We gaan verder met nummer 16. Die zit hier. Oh, dit is er ook zo eentje die niet open gaat. Het is een Only You Eye Pencil. Dit is wel een hele aparte kleur. Oh, goud. Ik dacht bruinig of zo. Mensen, kijk, hij is goud. Oh, dat vind ik wel leuk. Super cute. Mensen, de kalender ziet er niet meer uit. Nummer 17. Nog een dom kwastje. Oh, maar god, die kwasten. Ik vind dat echt niet chill. Maar ja, op zich, niet iedereen heeft zoveel kwasten als mij. Dus ja, dan is het op zich wel handig. Dit is een kleine kabuki kwast. Die vind ik wel handig. Die andere vond ik echt prul. Maar dit is oprecht iets wat ik zou kunnen gebruiken. Maar ja, ik heb mijn kwastenlijn, zoals jullie weten. Dus als je nog goede kwasten wilt, www.saramariecosmetics.com. De link staat beneden in de beschrijving. En dan heb je de beste make-up kwasten ever. Voor een niet te hoge prijs. Shameless plug. We gaan verder met nummer 18. Die zit hier. Wat is dit dan? Oh, een creamy oogschaduw. Oh, dat is cute. Kijk, paarsachtig. Een glanzende paarse kleur. Leuk man, hij is ook zo cute en zo klein. Super schattig. Nummer 19, die zit hier. Oh, volgens mij is het een matte liquid lipstick. Ja, een matte liquid lipstick. Hij is ook weer best wel groot. Het is een beetje een bordeaux paarse kleur of zo.
Al prachtig, jongens. Ik ben ook benieuwd of je die gewoon apart kunt halen in de winkel of zo. Ik zie hier ineens random dit. Ik weet niet of dit in de adventkalender zat en ik het gewoon niet heb gezien of zo. Maar dit is ook weer zo'n elastiekje of zo. Waar komt dit vandaan? Die is best wel groot. Maar je hebt dus ook een blauwe elastiek met een cute strikje. Die heb ik denk ik gewoon gemist. We gaan weer verder met een grote. En dat is nummer 20. Oeh, een highlighter, I think. Oeh, mooi. Een glanzende highlighter. Even swatchen. Wow, de kleur is mooi. Ik heb al wel echt veel op, maar anders had ik hem wel aangebracht. Nummer 21, die is al half opengemaakt net. Dat is deze. Dit is oogpotseloodje paarse. Ook heel erg cute. Verder met 22. Die zit hier. En ja hoor, we zaten er al op te wachten. Een nagelvel. Die zit in elke adventkalender. Maar ik vind hem wel echt heel cute. Dit is echt zo mooi glitterig. Nummer 23. Ik verpest mijn hele acryl zo, jongens. Oh my god. Een bronzer en highlighter. Er staat letterlijk op bronzer en highlighter. Dus je kunt hem als allebei gebruiken ofzo. Ik weet niet hoe je een highlighter ook als bronzer kunt gebruiken. Want dan gaat hij echt veel te veel glanzen. En ik denk ook dat hij ja, echt way too much glanst. Wauw, ik vind hem wel heel mooi. Hij swatchte echt geweldig. Mensen met een donkere huid gebruiken hem zeker als highlighter. En dan komen we aan bij de allerlaatste. Die is super, super klein. Nummer 24. En dit is een glanzende oogschaduw pigment. Ook super leuk. Pigmenten zijn losse oogschaduw. Dus dat is gewoon een soort van oogschaduw. Maar dan als poeder. Nou, en dat was het dan mensen. Hij is helemaal leeg. En dan kan hij weer dicht, zodat je niet kunt zien hoe hij eruit ziet. Nou mensen, ik moet zeggen, dit was echt de leukste adventkalender die ik tot nu toe heb unboxed. De prijs is ook gewoon goed. Ik vind hem zeker de prijs waard. Echt zeker, zeker. Je hebt superveel make-up. Ik persoonlijk als make-up lover hou hiervan. Ik vind dit echt een perfecte adventkalender voor iedereen die van make-up houdt. Ik denk dat bijna elke vrouw super happy zou zijn met deze adventkalender. Ik vind hem echt leuk. Ik vind hem de prijs waard. Ik vind de producten top. Er zitten altijd wel een paar producten bij waarvan je denkt, niks voor mij. Maar dat ga je waarschijnlijk echt met elke adventkalender hebben. Dus deze is het echt zeker waard. Ik zou hem zeker halen. Hij is gewoon te koop bij de Easy Paris, zowel online als in de winkel. Echt super leuk. Echt een top adventkalender. Als ik een adventkalender zou halen voor een persoon, dan zou ik die halen. Nou, ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!